dan al? De hele dag. En het zijn onbekenden die het doen. Ik heb vandaag naar de radio geluisterd. 10 keer al. We wensen u ongelooflijk mooie dagen. Alvast. Namens de redactie. Feestdagen gewenst. Alvast gewenst. Dan ga ik me toch de koppen van zo'n redactie voorstellen. Ik ken ze niet. Onwillekeurig doe je dat. Gisteren in het journaal en in twee vandaag. Reportages over mooi gedekte kersttafels door de eeuwen heen. Mooi gedekte tafels. Ik krijg zo behoefte aan een lelijk gedekte tafel. Of een hond. Die oproep van minister De Boer om elkaar geen kerstkaarten te sturen. Nou, die heeft averechts gewerkt. Er zijn nu al honderden schoorsteenmantels bezweken. En ieder jaar opnieuw. Ieder jaar maar weer. Prettige dagen. En dat is ook de bedoeling van Kerstmis natuurlijk, dat we ons realiseren hoe heerlijk het is dat we niet het eeuwige leven hebben, hè? Pff, ja.